Hallo en welkom in Theater aan de Parade in Den Bosch. Het startte allemaal op een zolderkamer waar Thijs van der Heijden in zijn eentje een blog maakte onder de naam Root Magazine. Nu, 5 jaar later, is het een geweldig bedrijf waar René Watsema één van de gezichten is, waar ze meer dan 1 miljoen volgers hebben. Vandaag gaan wij in het Denkgrote Debat in gesprek met de mannen van Ruma. Dit zijn jullie studenten vandaag. Ja, leuk. Mooi toch? Leuke shirtjes zie ik al. Staan we aan? Leuke shirtjes. Jullie staan zeker aan. Ga zitten. Ja, ik wil er wel over zeggen. Wat wil je zeggen? Want ik hoorde dat heel veel mensen vet druk zijn en zo. Ja? Maar er zijn toch vet veel mensen en zo. Dus ik vind het super tof dat iedereen toch is. Nou, geweldig. Ja. Jij vraagt of zij tijd hebben, maar ik kan beter vragen aan jullie of je tijd hebt. Want jullie hebben het zo druk. Had je wel tijd om vanmiddag hier te zijn? Je moet prioriteit stellen. Sommige dingen moet je graag willen. En daarom zitten we hier. En dit wilden jullie graag. Dit is fantastisch. Dat is eervol, jongens. Dat is eervol. De eerste vraag in het Denk Grote Debat is altijd, en ik zou hem even aan jullie apart willen stellen. Wie heeft jou in jouw leven ooit groter laten denken? Dan ga ik meteen even een kleine tijdreis naar mijn middelbare school. Ik had niet zo per se een hele leuke tijd daar. Je werd een beetje gepest. Ik was een beetje het nerdje. Nou, omdat ik veel achter mijn computer zat, heb ik uiteindelijk ook nu mag kunnen oprichten. Maar de middelbare school heb je altijd, een kleine pauze en een grote pauze. Ja. En ik was gewoon niet fan van die kleine pauze, want ik moest altijd alleen zitten. Hartstikke zielig. Hoe ik dat oploste was door die les daarvoor, bleef ik gewoon heel even wat langer. Weet je, ik probeerde die les een beetje langer na te zitten. Dus ik zat lekker op mijn Nokia 3310, zat ik lekker Snake te spelen. Te wachten tot die les, dat niet weg hoefde uit die les, zeg maar. En mevrouw Elbertsen, zo heette dat was de Engelse les. Ze zat daar nog huiswerk na te kijken. En op een gegeven moment zei ze van, Thijs, kom voorbij me zitten. Nou, jochie van 12, mevrouw van 40. Dus dat klinkt als een natte jongensdroom. Maar dat was het niet. Ze vroeg of ik na haar kwam. En ik zat, weet je, in mijn onschuldige ik, niet met het leven bezig. Vertelde ze mij opeens uit het niets van, Thijs, als je iets wil bereiken in het leven, weet je, ga niet meteen voor het grote doel wat je uiteindelijk wil, maar zet alleen maar kleine, weet je, doelstellingen onderweg. Weet je, probeer ze allemaal te halen. En op dat moment, weet je, ging weg. Ik dacht, weet je, raar wijf, wat moet ik met deze informatie als 12-jarig jochie? Maar het is wel een les, weet je, die mij altijd, mijn hele leven eigenlijk is bijgebleven. Vooral omdat zo'n impact was op dat moment, want, weet je, dat het uit niets kwam. Heb jij dat nog ooit kunnen zeggen? Ik heb er heel toevallig 2 jaar geleden nog op Facebook terug kunnen vinden. Heb je het haar kunnen zeggen? Ja, ik heb het haar verteld. Ja. Wat was haar reactie? Ja, dus allemaal een blozende smiley. Wie ben jij? Allemaal een blozende smiley. Ga weg. Nee, maar het grappige was. Stalker. Ja, precies. Mijn momentje. Dat doe je. Nee, met allemaal een blozende smiley. Ze vond het hartstikke leuk. En ze had me een keertje uitgenodigd. Dus misschien dat ik nog een keertje ga doen. Mooi, Thijs. Dank je wel. René? Ja, bij mij ligt het een beetje anders. Ik heb niet... iemand doet mij groter denken. Dat heb ik een beetje in fases door het hele leven. Dus niet per se één persoon. Ik heb bijvoorbeeld op het moment dat ik, voordat ik bij Rumach zat, was ik sales manager. En dan zit je op de grote beurzen en dan zie je de guy van Armani miljoenen tekenen. En dan ga je met zo'n gast praten hoe die dat allemaal heeft geflikt. En dan vind ik dat verhaal interessant. Toen ben ik presentator geworden en toen dan zie je alle presentaties om je heen. En dan is een inspirerende gozer Johnny de Mol. Die met gehandicapten fantastische content maakt. Mensen laat huilen omdat hij gewoon helemaal één kan worden met wie hij interviewt. Maar zo ook een Bo R. van Doorns. Met wie zou je willen ruilen? Ja, met die twee. Allebei. Ja? Ja. Wat kunnen zij wat jij nog niet kunt? Ik denk dat ik de rust bewaar. Dat is mijn probleem. Maar ik denk dat wat zij allebei kunnen... Ja. Kut. Ik denk dat wat zij allebei kunnen, dat ik wel een beetje in me heb. Maar nog niet de kans heb om dat te laten zien. Oké. Jullie zijn natuurlijk bekend met alle posts van Rumach. Maar laten we zeggen, even voor degene die onder een digitale steen hebben geleefd, gaan we even kijken naar een indruk. Nice. Listen up, here's the Wat is het geheim van die teksten? Heel veel mensen denken bepaalde dingen, maar Rumach zegt het. Rumach, het t-shirt is gemaakt door Rumach. De quote van Rumach. Rumach, niet te doen. Rumach is de nieuwste online raadje. I'm
Goedemorgen. Like you're throwing out that hard drive again. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen Thijs. We gaan toch eens even bij jou beginnen. Want hoe is het nou begonnen? We hebben dat beeld van dat zolderkamertje waar jij alleen zit. Gepest op school, zeg je zelf, een beetje teruggetrokken. Ja, en ik was inmiddels 25 hoor. Dus dat begrijp ik. De pest was toen al voorbij. Ja. Nee, ja. Nee, het is een zolderkamer sprookje inderdaad. Ik runde dus weet je, in Enkhuizen vanuit mijn zolderkamer een reclamebureautje. Waar ik simpelweg websites en huisstellen maakte voor verschillende bedrijven. En ik merkte wel, weet je, het is echt heel veel werk voor heel weinig geld. Weet je, ik was er goed in, het was een goede, leuke business. Maar het was gewoon niet de kaskraker, weet je, die ik zelf voor me zag. Maar ik besloot eigenlijk om het maken van websites voor andere bedrijven een beetje achter me te laten. En te gaan focussen op het proberen te maken van eigen websites. Van alles geprobeerd. Maar ik kwam toen heel snel achter dat er eigenlijk geen website was waar volledig werd ingegaan op drie thema's die in elke mensenleven centraal staan. Namelijk flirten, liefde en seks. En dan ook nog weet je, met een tone of voice die Rumach vandaag de dag met zich meebrengt. Op ooghoogte gewoon jongeren kunnen aanspreken. Nou, dat heette toen Rude Magazine, afgekort ook Rumach. En daar gebeurde wel iets. Daar kwam iets meer succes uit. Met groot succes kwam pas toen ik dus korte citaten weet je, uit die blogartikelen haalde. Dan zette ik een leuk creatief jasje. Ik gooide puntjes ertussen. En ik zat nog in de trein naar school toe. Ja, weet je, en er is 10.000 likes op één quote toen de tijd. En, ja. Weet je, I don't know what happened. Het ontplofte op een gegeven moment. Je bent snel verdienmodel aan vast gaan hangen. Je bent gewoon natuurlijk gaan kijken. Hey, maar wat is het verdienmodel? Het verdienmodel nu vandaag de dag is, laten we zeggen, 70% zit echt in de merchandise. Huh? En het andere verdienmodel wat nu meer upcoming is, afgelopen 3 jaar hebben we er heel veel mee bezig geweest, is dat we, we hebben nu dus Facebook en Instagram bij elkaar, 2 miljoen volgers. We verkopen nu dus reclameruimte aan grote bedrijven. Ja, dus een spreekplatform. We zijn een spreekbuis voor die andere bedrijven. Weet je, we zeggen dingen die zij niet per se kunnen zeggen, zoals het Wereld Duurfonds, dat was het volgens mij een goede. Ja. Weet je, nou weten wij inderdaad van jou bijna alles, omdat je gewoon alles vlogt en volgens mij, is er nog iets wat je niet laat zien? Nou ja, als ik mijn broek naar beneden gooi, dan is echt alles al exposed. Ja, maar, precies. Nee. Ja. Het is ook, ik vind het wel belangrijk om dat te laten zien, omdat er heel veel dingen ook niet worden laten zien. Mm-hmm. En we hebben bijvoorbeeld ook de Rumach Scholentour. Ja. En daar zitten er ook veel met middelbare scholieren die in die leeftijdscategorie zitten, dat ze twijfelen of niet uit die comfortzone doorstappen. Ja. Weet je, en als je met een biologieleraar zit te praten en ja, we hebben het over een erectie, want die werkt niet vanwege hormonen. Ja, nee, ik sta voor die klas en ik zeg, ja, ik kreeg hem niet mogelijk, ik was zenuwachtig en ik had een biertje te veel op, weet je. Ja. Dat piemeltje ging gewoon terug in zijn schulp, net als een schildpad. Dan weet je ook wat je bedoelt. Echt, dag. Weet je? Dus dan snappen ze waar ik het over heb. Ja. Het gaat niet altijd over hormonen. Het gaat ook om de situatie hoe je je voelt als jongen. Ja, ja, precies. Persoon. Precies. Nou, er zijn een paar dingen trouwens die we nog niet van je weten. Loesje was een beetje links, denk ik. En geen stijl was rechts. Waar zitten jullie eigenlijk? Dat is zijn antwoord. Wat is zijn antwoord? Ja, weet je, we doen eigenlijk amper tot geen uitspraken richting... Weet je, op politiek niveau. Je wilt er een beetje in het midden zitten. Ja, weet je, we zorgen er heel goed voor. Weet je, binnen die 2 miljoen volgers, weet je, je hebt Rietje uit Leeuwarden en je hebt weet je, Erik uit Den Haag die op een hardcafé staat en zij heeft vioolles. Weet je, iedereen lijkt Rumach, ja. Weet je. Iedereen lijkt Rumach om de content die we schrijven. Dus daar blijf je uit. We zorgen ervoor dat we binnen onze volgers geen splitsing kunnen veroorzaken. Okay. Dus geen Zwarte Pieten discussie, geen weet je, Forum voor Democratie discussie. Nee. Weet je, Jerry af en toe belachelijk maken kan nu wel, ja. Maar verder ja, dat lukt ook. Doen we dat niet. Ja. Studenten, jullie mogen gaan staan voor de vraag. Jullie hebben heel veel volgers, maar denken jullie dat jullie ook iets kunnen doen aan het lerarentekort en vooral dan ook mannen naar het pabo krijgen met jullie quotes en alles? Ja, zeker. Als ze een heel groot budget hebben. En jij ook. Doe je dat alleen, als je er geld voor krijgt? Als je zo'n groot probleem op kunt lossen? Kijk, Wereld Natuurfonds komt naar ons toe van jongens, prima, kom, tof, leuk, we gaan dit doen. Ja? Pabo is niet per se een commerciële instelling. Ja, maar er zijn te weinig wilde dieren, maar ook te weinig wilde mannelijke... Ja. Nice. Ja, het is een maatschappelijk probleem. Zeker. Dus dan lekker een hoekje geven hier. Ja, dan zouden we dat dus zonder budget kunnen gaan doen. Eventueel misschien. Nice. Nou, kort. Je kan niet zo doen, want je hebt een oortje. Oh ja. Wat dit lees. Nog een student die een vraag heeft voor deze ronde?
Ja, nog een pabo-student. Hey. Wij moeten als docenten alles kunnen verantwoorden, ook naar ouders. Als ouders na school naar je toe komen van, hey, waarom dit? Waar zitten jullie filters? Hoe kunnen jullie alles verantwoorden? Goeie vraag. Ja, ik heb de vorige gedaan. Jij doet de lastige vragen. Hoe kunnen wij alles verantwoorden? Nou ja, het heel kort lullig antwoord, maar ik vind dat wij aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Waarom moet jij je als groot platform, omdat je een groot bereik hebt van woorden, je wordt meteen zeg maar, alle grote mensen, en onder BN'ers, die moeten zich verantwoorden, want ze schijnbaar hebben ze een voorbeeldfunctie. Toch? Dat is een beetje waar het op neerkomt. Maar waarom wordt die stempel gegeven? We hebben een bereik. Jullie hebben toch verschrikkelijk veel invloed op wat er gebeurt? We hebben invloed, maar is dat dan ook meteen de eis dat we dan moeten opletten? En hebben we dan meteen die verantwoording op jullie ons? Antwoord is dat dat niet zo is? Het is niet per definitie meteen zo dat wij daar verantwoording over moeten nemen, nee. We zijn verder, weet je, gewoon een commercieel iets, weet je. En we houden van humor en we houden van sarcasme en we houden van grappen maken. Maar nergens het gevoel, weet je. We krijgen wel, inderdaad, wat René ook zegt, we krijgen heel vaak een soort opmerking van, maar jongens, jullie hebben een voorbeeldfunctie. Weet je, we weigeren simpelweg dat label te accepteren en dus verantwoording af te leggen naar bepaalde groepen of organisaties of iets dergelijks. Helder, dat is een helder antwoord, maar laat ik zeggen, het is in ieder geval een nogal opvallende marketingstrategie die jullie hanteren. En er is een marketingguru, Cor Hospes, en die zegt daar het volgende over. Hun marketingstrategie die is wel interessant. Ik zie wel wat ze doen, maar ik weet echt niet wat ze nou precies willen. Want dat doet Roemag namelijk heel erg goed. Zij maken van fans, maken ze klanten. En de meeste bedrijven maken van klanten fans. Maar dat duurt heel erg lang. Stel je dat toch eens voor. Ik begin een nieuwsbrief en ik heb op een gegeven moment zo'n 1000 abonnees of 2000 abonnees. Of misschien heb ik wel 20 of 30.000, weet ik veel. En op een gegeven moment denk ik, hey, die mensen houden van mij, dat is tof. Laat ik eens een event beginnen en daar heb ik een mededeling voor je. Dus ik loop dat stadion binnen, zitten al die mensen me te wachten. En ik zeg tegen al mijn fans, jongens, ik heb een hartstikke leuk idee. Ik ga voortaan ook t-shirts verkopen. En wat zeggen al die 30.000 mensen? Ja, dat wil ik ook. Fantastisch. En dat is wat ze hebben gedaan. Ze hebben eerst online heel veel fans opgebouwd. Op een hele slimme manier, weliswaar via een geleend platform. Vind ik niet zo sterk. Maar ze hebben wel heel veel fans opgebouwd. En op een gegeven moment hebben we gezegd, hebben we nu zoveel fans, hoe kunnen we die gaan verzilveren? En dat hebben ze op het magnifieke gedaan met al die koppen, met al die ballonnen, met al die t-shirts, met al het behangpapier. En mijn god, weet ik niet wat ze allemaal van plan zijn. En dat vind ik heel erg slim. Maar het wordt nu wel tijd voor iets stevigs. Het wordt nu tijd voor, je hebt nu die mensen verzameld, wat ga je ermee doen? Want anders is het voorbij. Ik denk dat je op een gegeven moment al die spreuken, op een gegeven moment weet je het wel. Dus je wil die fans, daar moet je wel wat voor doen. Dus als ze niets voor die fans gaan doen, als ze niet relevant blijven voor die fans, dan is het denk ik zo met Roemag voorbij. Dus mijn vraag aan Roemag zou ook zijn, jongens, wat gaan jullie nu doen? Jongens, ik wil hier wel een klein beetje op inhaken. Ik vind wat hij zegt namelijk heel slim, want dat klopt ook. Maar hoe wij dat gedaan hebben, is die fanbase is gebouwd. Dat was ik er nog helemaal niet, maar ik was er pas toen ik dacht, nou, nu hebben ze veel fans. Podium! Maar wat hij dus, dat zegt hij heel goed. Maar wij hebben niet zomaar gezegd, we gaan lukraak alles verkopen. Wij hebben ook echt die fans betrokken van, wat zouden jullie nou willen zien, weet je? Wat willen jullie van ons? En als dat zegt in de relevantie dingetje, vind ik ook nog wel. Quotes zijn altijd relevant. Want als je quotes actueel houdt, vandaag en morgen speelt er weer wat anders. En daar spelen wij direct op in. Dan blijf je altijd actueel. Ja, dat is de actualiteit. Maar hij zegt ook, wat ga je hierna doen? Is er nog een plan B? Is er nog een plan hoe je dit uit kunt breiden? Kijk, je hebt Roemag gewoon, weet je, het toffe merk wat op de voorgrond staat. En je hebt gewoon, weet je, Roemag, het mediebureau, het creatief bureau, wat op de achtergrond staat. Ik zie Roemag op een gegeven moment ook naar tv toe gaan. Een soort tv-zender iets hebben. Maar zijn dat al plannen? Ben je daarmee bezig? Heb je gesprekken? Daar zijn we mee bezig. Ja, met wie? Zeker. Met verschillende organisaties zijn we nu in gesprek. Zoals? Nee, dat mag je wel weten. Er zijn gewoon gesprekken die lopen gewoon met Talpa, met Persroot, met TMG. Sinds Stuk TV is overgekocht was eigenlijk van het algemeen. Eigenlijk hebben zij dat ook gedaan, hè? Ja. Ze hadden die doelgroep niet, dus Talpa haalt Stuk TV binnen. Ja. En dus willen ze jullie nu ook? De gesprekken lopen. Ze willen jullie dus ook? De gesprekken zijn zeker gaande. Ja? Ja? Willen jullie dat? Nou ja, kijk, een volledige overname, nee, dat zie ik niet per se zitten. Maar een soort strategische partnership, dat zeker wel. Jullie zijn in ieder geval van online ook offline gegaan. Hè? Je hebt die schoolprojecten, zoals je zei. Laat even naar de beelden gaan kijken en vertellen jullie eens even wat we dan zien. Wat gebeurt hier?
Dit is heel inspirerend, want we hebben zeg maar hele grote groepen. Ik doe dat dan, de scholen toe samen met een dance crew. En dat zijn vaak groepen van 150 leerlingen. Die zijn vrij jong, begin van hun middelbare schoolcarrière. En die zijn heel erg zoekende naar hoe ze zich kunnen uiten, uit die comfortzone kunnen stappen. Dus dan gaan we met ze in discussie. De helft van de groep zit bij mij, in het eerste gedeelte. En de andere helft is met de dance crew mee. En dan moeten ze gaan dansen. Dus ze gaan echt letterlijk een dansstudie doen, een choreografie. En die moeten ze ook daarna gaan presenteren. Dus op iedere manier worden al die kinderen op een afzonderlijke manier uit hun comfortzone getrokken. Die gaan een dansstijltje doen. En ja, daarmee willen ze gewoon meegeven van wees wie je bent, zeg wat je wil zeggen. Niemand is anders. We communiceren echt op niveau met die kids. En je merkt ook, op het eind van de middag, dan zie je de meest onverwachte hoeken. De jongen die altijd achterin zit, heel stil, die doet in één keer een backflip. En dan denk je, wow, dat is toch vet, weet je. De jongen zit helemaal in zijn schulp en die komt in zo'n middag komt hij er helemaal uit. En dan staat hij daar en dan zie je 150 man en dan gaat hij helemaal los. Ja, dan sta ik echt zo lekker. Ja, maar dat is toch te gek. En dat kan je die kinderen dan meegeven. En hoe komt het dat jij daarvoor nodig bent? Hebben die scholen dat zelf niet? Dat is wat ik net eigenlijk aangaf met zo'n biologieleraar die niet op niveau met die kids praat. Wij hebben ooghoogte communiceert, ja. Wij hebben natuurlijk dat enorme bereik. Je hebt een fanbase, mensen vinden je leuk. Ze vinden het leuk als ik bij ze in de klas kom. Ze durven vragen te stellen. En ik stel mij zo erg open dat ik letterlijk alles vertel wat ik heb meegemaakt. Wat ik net al als voorbeeldje gaf met mijn piemeltje. Nou, dat is heel herkenbaar. Weet je? Want omdat jij open bent, zijn zij ook open. Omdat jij je geheim hebt vertellen, zijn je hem geheim. Ja, ik probeer ze daaruit te trekken. En dat ze gewoon, dat wij die conversatie aangaan en die interactie hoog houden. En dat werkt echt. En dat is echt heel erg leuk om te zien. Dat is mooi. Ja. Studenten, aan jullie. Nice. Nou, zoals al eerder gezegd, jullie hebben heel veel volgers en zijn super populair. Alleen zijn nog steeds geen premier. Maar stel dat dat nu wel zou kunnen, wat zou je dan doen? Dit is echt wat voor jou, hoor. We zijn nog steeds geen premier? Premier, nee, ja. Je bent premier. Je wordt premier. Wat zou je doen? Oh, god. Ik ben zo niet politiek minded. Ik ben het zo niet. Je hebt ook niks met het land voor. Je hebt ook niet het idee, er moet iets gebeuren. Dat lerarentekort, dat ga je al oplossen. Zijn er nog andere dingen waar je... Dat nummer één, lerarentekort oplossen. Wat is er? Ik vind het echt heel moeilijk, omdat ik gewoon... Ja, het klinkt heel lullig, omdat ik zo weinig bezig ben inderdaad met het welzijn van het land. Maar je leest geen krant, je kijkt geen... René, jij bent de premier, wat zou jij doen? Nou, ik vind het. Ik probeer me er steeds meer in te verdiepen, ook omdat ik voor de Algemeen Dagblad sta ik elke woensdagochtend met een actuele quote, dus daardoor ben ik ook meer met het nieuws bezig. Maar ja, dingen zoals het leren... Kijk, er spelen zoveel dingen die je elke dag weer hoort en leest. Ja, maar kies er eens één, wat zou je doen? Leraar tekort. Nee. Nou, één ding is zeker, ze kunnen er niet meer omheen, hoor. Nee, ja, je bent zo schrikkelijk. Dit gaan ze echt oplossen. Nee, ik denk dat, en dat om dat moment nu het ook wat meespeelt, denk ik milieu. Met alles wat er speelt en gaat en alles wat smelt en kapot gaat. Daar zou ik nu denk ik het meeste aan gaan besteden. Ik hou heel erg van vlees, ik ga niet stoppen met vlees eten. Maar je moet gewoon compromissen. Nou ja, ik vind het zo moeilijk. Ja, wij zijn helemaal geen politicussen. Dankjewel. Hiervoor gast nog een, ja. Ja, ik volg jullie eigenlijk al best wel lang op social media. Ja. ik vraag me echt al heel lang af, waar komt die haat op die arme Lisa toch vandaan? Wat heeft ze jullie aangedaan? Wie? Lisa. Lisa. Wat heeft ze jullie aangedaan? Waarom is Lisa de hele dag de pineut? Ah, zo 5 jaar zo. Ik zit er pas 2 jaar. Dus dat heb ik. Thijs, waar komt dat vandaan? Nee, Lisa is mijn ex. Nee, Lisa is niet mijn ex. Dat deed iedereen, hè? Het is niet zo. Nee. Het is eigenlijk een heel suf. Amal niet. Oké, het is een heel tof verhaal. Nee, op een gegeven moment, weet je, je bent quotes aan het maken, aan het schrijven en aan het vertalen en aan het doen. Op een gegeven moment heb je gewoon een vrouwennaam nodig. En het is heel erg, ik googelde gewoon naar de meest gebruikte vrouwennaam in heel Nederland. Echt waar? Heet je heel toevallig Lisa? Nee. Oh, zit er Lisa in de zaal? Hoeveel Lisa zit er in de zaal? Twee? Twee? Wie gaat het doen? Hoe is dat voor jullie? 1-2. Valt mee. Je googelt gewoon de meest... Ja, nee. Ja. En weet je wat het toffe is? En het heel erge. Ik ging 2 maanden, 3 maanden terug ging ik even googlen naar de naam Lisa opnieuw. Ja? Je hebt ook van die websites, weet je, waar je van die geboortenamen kan lezen, et cetera. En wat blijkt nou, vanaf 2016
is de naam Lisa in Nederland gewoon consistent naar beneden gedaald. Dat is zo bizar. Weg, gone. Ja. Loes. Nee, dus het, het Lisa-effect. Ja. Dus over waar we komen is dat gewoon echt een dingetje geworden. Dat... Lisa is gewoon het kutwijf. Ja. 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 Spijt me, Lisa. Nou, voor jullie is het leuk, want er komen er steeds minder, hè? Dus je wordt steeds unieker ook. Ook dat. Dat is het. Ja, toch? Ja. Ja. Nou, mag je buurvrouw de vraag stellen? Mag gaan staan? Dankjewel. Ik studeer zelf pedagogiek en ik zie bij de kinderen dat het steeds eerder begint met social media. Ze krijgen eerder een telefoon en ik ben benieuwd hoe jullie de rol van social media in de toekomst zien en hoe jullie erop participeren. Wij zijn zulke lekkere personen om je aan te vragen. Zo blijkt hoe wij de rol van social media in de toekomst zien en hoe wij daarop participeren. Ik heb geen idee, schat. De rol van social media in de toekomst. Ja, het is gewoon onmisbaar. Hoe jij erop inspeelt, ik denk dat we daar al door inspelen. Thijs, het lijkt of je alsof je er gewoon ook maar wat doet of zo. Nou. Toch? En alles wat jullie doen, dat lukt toevallig of zo. Ik heb geen planning of zo. Nee, toch? Ja, ik heb heel eerlijk, weet je, wat Rumach nu is inderdaad gewoon een commerciële instelling. En Rumach heeft een tonne voice. Weet je, heeft zo'n populaire identiteit in Rumach gekregen. Dat inderdaad, dat wat we neerzetten. Koning Midas was het vroeger. Ja. Het verandert een beetje in goud. Ja, ja, nou ja, die is misschien wel leuk om even te kijken naar laten we de goede en de minder goede kant, of het negatieve kant, hoe je het ook wilt zeggen. Maar er zijn natuurlijk prachtige kanten aan wat jullie maken en er zijn dingen waar wat spanning op staan. Laten we eerst eens even kijken naar een prachtig voorbeeld. Bas Smit, zijn hoofd, zijn t-shirt, aanvankelijk de man van. En bij Jennis gingen zijn t-shirt dragen. Vertel eens Thijs, wat gebeurde daar? Ja, dat was... Insane Bas Smit, nou, al een vriendje van een neef van vroeger. Op zijn Instagram story had hij altijd een soort viraal dingetje dat hij de body scan noemde hij het. Bas Smitje. Gaat hij scannen, weet je. Zo, nou, die hele irritante stem. En dan van onderboven heb je een outfit scan en dat was een Bas Smitje. Nou, dat hadden we dus zelf gedaan, dus met Bas Smit zijn hoofd, weet je, op een shirt geplakt. René dat shirtje aangedaan en dat zo gefilmd. En René, of Bas die repost het volgens mij één keer. Ja. En toen kreeg je al zoveel aanvragen dat mensen dat shirtje van hem wilden kopen. Nou, toen zijn we eigenlijk heel snel met Bas Smit op tafel geweest. Van, weet je, we willen gewoon, we komen ook van Bas zelf. Weet je, ik ga niet geld verdienen met mijn eigen hoofd op een shirt. Vind ik een beetje raar. Laten we een goed doel aan gaan vastkoppelen. Ja. Het is zo bizar groot uit de hand gelopen. Uiteindelijk hebben we ook met donaties van andere grote bedrijven bijna 2 ton kunnen doneren aan de Prinses Maxima Centrum. Echt insane. We hebben inderdaad in 6 weken. En we laten even zien als hij het aquarium opent in het Prinses Maxima in Utrecht. Ja. Ja? Ja? Autokliniek. Hier, doe maar. Ja, nog één keer. Ja! Ja! Mooi. Goed hoor. Top kunnen we gedaan hebben. Oh ja, geef maar. Ja, dat is goed gedaan. Mooi beest. Of niet? Oh, je wil lopen. Ja, je mag lopen. Dit is goed. Ja, komt goed. Ja! Ja, mooi. Prachtig. Heel tof. Ja. Dit was echt. Dit was 6 weken lang keihard ploeteren om meer dan 10.000 shirts te verwerken. Die we eigenlijk zelf dachten dat we het aankonden. Ja. Nou, dat ging eigenlijk helemaal mis. Maar we hebben dat wel echt recht weten te zetten. En tenminste, uiteindelijk weten te volbrengen. En hoe Bas Smit hier ook mee omging, is gewoon fantastisch. Hij heeft hier zoveel inzet voor geleverd. En zoveel mensen kunnen bereiken met zijn netwerk en wij met ons netwerk. Dit was voor mij zo'n kippenvel moment. Ja, geweldig. Dat is fantastisch. Ja, goed, maar dan is het dus ook niet gek dat studenten vragen, want wat kun je nog meer met je netwerk? Wat kun je voor invloed hebben? Wat? Nee, maar absoluut. Kijk, weet je, begrijp me niet verkeerd. Weet je, we vinden het geweldig om heel veel centen te kunnen verdienen met dat toffe wat we doen. Maar daarnaast, weet je, we realiseren ons absoluut dat met het bereik wat we hebben ook even mooie andere dingen kunnen doen. Zoals ik al zei, weet je, we hebben ons ingezet voor plastic waste met het Wereld Natuurfonds, voor dierenleed. Dus wildlife crime by tourist was dat. Dus ga niet op een olifant zitten, ga niet met een tijger op de foto, et cetera. Nou, Prinses Maxima Centrum, Kinder- Emma Ziekenhuis hebben we dingen voor gedaan. Dus dat pareltje, weet je, wat we in de handen hebben, daar doen we absoluut heel veel mooie dingen mee. Maar op politiek niveau is gewoon minder. Dat was duidelijk. Oké, mooi. We hebben ook een criticaster. Bureau Jeugd en Media. Jeugd en Media. Heeft Harry Hol in huis. En hij is wat kritischer op wat jullie doen. Kijk eens even mee. Daar hou ik van.
Het grootste bezwaar dat ik tegen Humag heb, is dat ze hun grappen, hun content, hun inhoud voor een groot deel niet zelf schrijven. Maar dat ze het internet afstruinen naar leuke grappen. Dan kopiëren ze teksten en grappen van social media postings of van wenskaartenbedrijven uit de Verenigde Staten. En dan doen ze of dat hun eigen grappen zijn. Die plakken ze op een t-shirt en daar verdienen ze geld mee. En dat is diefstal. En als ze erop aangesproken worden dat ze grappen stelen, dan doen ze alsof dat helemaal niet erg is, want iedereen doet dat, is niet belangrijk. Maar het is een beetje smerig. Het is een bedrijf. Ze verdienen er geld mee. En als jij op YouTube een liedje gebruikt van iemand anders, dan krijg je daar een copyright waarschuwing voor. Als jij een foto van iemand anders gebruikt, dan kan je daar flinke geldboetes voor krijgen. Mensen kunnen je facturen sturen. Het enige wat Rumag doet, is gokken op het feit dat de mensen die grappen geschreven hebben, niet weten dat het gejat wordt. En als ze het doorhebben, dat ze geen vuist kunnen maken. En wat ik ook heel kwalijk vind, is dat ze de boodschap de wereld insturen onder jonge mensen, dat als jij iets op internet zet, dat het niet meer van jou is. En dat is niet waar. Als jij een foto maakt, een liedje schrijft, een grap schrijft, een verhaal schrijft en je publiceert het op je blog of Facebook of waar dan ook, blijft het van jou. En Rumag moet daar vanaf blijven. Het feit dat ze dat niet doen, vind ik misdadig. Misdadig. Twee criminelen zijn we. Mannen. Wat is jullie reactie? Kijk, we komen er redelijk openbaar vooruit, dat we ook gewoon quotes uit het Engels halen. We hebben een redactie zelf aan het verzinnen, we laten ons inspireren uit het Engels. Soms vertalen we ook letterlijk uit het Engels, zoals hierachter staat. Ja, de platform Rumag niet stelen, die verzamelt weer wat jullie... Oh, dit is van hem. Ja. Ja. En Ol zegt dat hij het idee heeft, jullie hopen er een beetje op dat mensen daar geen vuist maken of op geen enkele manier ervoor kunnen zorgen dat je daar aansprakelijk voor gaat. Ja, hopen. Vijf jaar lang bestaat Rumag nu en ik zei, toen Rumag oprichtte, ook gewoon quotes uit het Engels gehaald. In de afgelopen 5 jaar is daar nog niks gebeurd. Het is nu gewoon zo dat met korte berichten op het internet die niet uniek genoeg zijn, die vallen simpelweg niet onder het auteursrecht. Zijn jullie ooit aangeklaagd? Is er ooit iemand die moeilijk gedaan heeft? Nooit. Nee? Nee. Vertel dat verhaal wat je met wijnen, toch? Ja, goeie. We hebben nu auto over gehad. Stoommeiland. Het geweldige programma met Martien. Drie keer wijnen, inderdaad. Ja. We hebben nu een shirt gemaakt, een hoodie en een sweater met wijnen. En we hebben ook wijnfles met wijnen. Inderdaad, grijs gebied. Als je wijnen zegt, denk je aan Martien van Stoommeiland. Grijs gebied, nogmaals. Wat in feite hier is, en wat zij gewoon goed hebben gedaan, is... hij heeft een statement, hij heeft een zinnetje, hij heeft een quote, en het was... het is 11:30, wij gaan wijnen. Die complete zin hebben ze vastgelegd bij het BOIP. Dus je weet het Benelux Intellectueel Eigendom Bureau, something. Dus die complete zin, de quote, kun je dat gewoon niet gebruiken, blijven we vanaf. Maar, wijnen, het element los, kun je het wel weer gebruiken. Heb je ook geld gereserveerd voor als het misgaat? Er is een cashflow. Er is een goede cashflow. Oké, absoluut. Goede cashflow, ja, natuurlijk. Ja. Mooi. Zeker. Dankjewel, studenten. Het is net All You Need Is Love. Harry is aanwezig. Harry, jij wilt zelf reageren. Ik wil eventjes ingaan. Ik ben Harry Hol trouwens. Ik ben degene die jullie daarnet heel erg groot en meeslepend op het scherm zagen. Ik weet het, in het echt val ik tegen, maar hier moet je het even mee doen. Jullie zeggen een aantal dingen. Jullie zeggen sowieso van je moet dat uitspraken op internet, dat niet door copyright beschermd is. Het Europees gerechtshof heeft in 2009 bepaald dat zelfs een tweet van 9 woorden, dat onder het copyright valt. Jullie hebben gewoon, het is ook geen grijs gebied. Op het moment dat jij een tekst, een grap, al is het 8, 9 woorden van een social media post halen. Als je die op een t-shirt slapt en daar geld voor vraagt, dan zijn jullie een overtreding. Er is niks grijs aan. Maar jullie gaan ervan uit dat mensen daar niet, jullie die niet op aanspreken. Ja. Maar jij vindt dat blijkbaar oké, dat je geld verdient over de creativiteit van een ander? Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Het is een beetje Trumpiaanse schaamteloosheid die ik bij jullie proef. Het is... ik denk dat wij vanaf nu een potje gaan reserveren voor auteurs. Het lijkt me een heel goed idee als iedereen die zijn quotes tegenkomt, daar een claim voor indient. Want ik denk dat heel veel mensen gewoon recht hebben op het geld van hun t-shirts.
toch zitten we hier. Oké. Okay. Dankjewel, we laten het hierbij, Harry. Ja, er zijn twee studenten, Fontes-studenten, die hebben iets moois gemaakt. En die zeggen dat past helemaal in de lijn, in de serie van alles wat jullie gemaakt hebben. En dat willen ze graag laten zien. Jelle en Simone, waar zitten jullie? Ik ben en gaan jullie even staan? En dan mogen we gaan jatten. Nee, ze bieden het aan. Ze bieden het aan. Simone, toch? Ja. Je hebt iets in de aanbieding. Wat heb je in de aanbieding? Ik heb een format bedacht voor Rumag TV. En dat heet Breekpunt. En daarin gaan jij, René, en jouw partner Roxanne de strijd met elkaar aan. Om te kijken wie nou eigenlijk het beste op het randje kan zitten. Als mensen een breekpunt bereiken, dan ben je af. En dan gaat de zoomer af. En de bedoeling is dat je het zo lang mogelijk volhoudt. En elke week krijgen jullie dan een andere kutopdracht. En aan het einde van die, aan het einde van die 5 afleveringen, dan weten we wie er heeft gewonnen. En dan mag de winnaar een opdracht voor de ander bedenken, zodat die ook op het breekpunt komt. We gaan er naar kijken, Simone. Kijk, hier komt het. Nee, het gaat wel goed. Ja, met jou? Wat vervelend. Ja, nee, kan niet. Ja, ik zit in een draaideur. Ik ga maar niet verder. Hi. How are you? Ziet er lekker uit. Nee. Hou op. Nee! Dit is zij, daar ben je ook. Sorry. Ja, is ook. Mag jij links op of rechts op? Ga links. Rook? Mag ik weer terug? Mag ik weer terug? Kijk, bedankt. Doei. Ja, I love it. Ja. Die is gewoon vet. Dankjewel. Even een korte reactie. Ja, yeah, I love it. Dit komt volgende week online. Ja, oké. Okay. Ik spreek je zo dan. Ja, heel mooi zo. En cool. We hebben er nog één. Ja. Jelle gaat staan. Zeg even wat we van jou gaan zien. Hoi, ik heb voor jullie haatliefde. En bij haatliefde is er een kandidaat. En die gaat kijken of hij de ware liefde kan vinden tussen 20 mogelijke partners. Echter, deze krijgt de 20 singles niet te zien. Maar zal door middel van vragen zullen ze kijken om de groep van 20 naar hopelijk 1 te verkleinen. Maar dit is natuurlijk voor Rumag, dus er zit een kleine twist aan. We gaan het niet hebben over zoetsappige dingen die we leuk vinden, die we zoeken in een relatie. Nee, we gaan het hebben over dingen die we kut vinden en dingen die we haten in een relatie. We gaan kijken. Iemand die alles haat, dat zal je ware liefde moeten zijn. We gaan kijken. Ik vind het zo goed. Ik ga stuk. Ik vind het nu wel goed. Hoi, mijn naam is Jelle. Ik ben 22 en al 3 jaar single. En we gaan kijken of ik vandaag mijn ware liefde kan vinden. Ja, ik heb nare ervaringen met Lisa. Dus als je Lisa heet, is het een no for me. Ik hou niet van lange mensen. Ik ben zelf zo'n medium lengte. Dan nog een dingetje. Voeten. Ik haat voeten. Ik heb nog een vraag. Sim, help me. Je bent leeg, joh. Ja, ik merk wel dat ik toch iets te kritisch ben. Toch te veel eisen stel. Dus dat moet ik veranderen in de toekomst. Anders blijft er niemand meer over. Nou, ik zou zeggen, ik ga alvast beginnen. Goed, oké, okay, stel een vraag. Alle mensen die kritiek hebben over Rumag willen die de zaal verlaten. Nee, ja, ik vind het hartstikke leuk. Gaan we doen allebei twee nieuwe vormen. Die eerste, ik vind Breekpunt, vind ik echt... Baanbrekend, ja. Fucking goed. Ja. En deze moet je goed invullen. Ja. Die moet je screenen. Dit is wel, weet je, moet maar 20 mensen vinden en iemand die een liefde zoekt. Maar echt, nee man, chapeau. Ja. Ik vind echt ze gaan ze allemaal doen. Wat goed gedaan, Simone en Jelle. We zijn bijna aan het einde. En aan het einde laten we nog een paar dilemma's los. Kijk even of je het eens bent met elkaar en wie wil reageren. Dilemma 1 is beter goed gejat dan slecht bedacht. Inkoppertje. Nou. Ja, eens. Ja? Eens. Ja, je moet kiezen natuurlijk. Dus beter goed gejat of dan slecht gejat? Dan slecht bedacht? Beter goed gejat. Absoluut. 100%. Beter goed geleend. Doen waar je zin in hebt of doen wat belangrijk is? Doen waar je zin in hebt belangrijk maken. Met puntjes ertussen. Doen waar je zin in hebt of doen wat belangrijk is? Ik groei zelf ook mee, denk ik, met Rumag. En het was inderdaad heel veel doen, weet je, waar je zin in hebt. Maar het gaat wel richting doen wat belangrijk is. Als je ik voel absoluut, shut up. Ik voel absoluut, weet je, dat Rumag heen groeit, toegroeit naar iets, weet je, waar we wel van meer waarde kunnen zijn
niveau. Volwassenheid. Volwassenheid, ja. 2 miljoen volgers of 2 miljoen euro? 2 miljoen euro? Ik heb helemaal geen 1 miljoen. Nee. Ja. 2 miljoen volgers, want 1 volger is meer dan 1 euro waard. Oh. Je moet alles kunnen zeggen of niet alles hoeft gezegd te worden? Je moet alles kunnen zeggen. Ja, eens. Ja. Online of offline? Offline. Offline. Als ik het maar leuk vind of als het maar goed verkoopt? Als ik het maar leuk vind. Als het maar goed verkoopt. We zijn aan het einde gekomen, maar niet voordat jullie een student hebben gekozen. Zo sluiten we het denk ik grote debat af. Welke student heeft jullie groter laten denken? Die halen we naar voren. Harry. Nee. ik ben... Ja, oké. Okay, ja, overleg maar even hoor. Overleggen? Ja, het moet er maar één zijn. Moet er maar één zijn? Ja. Ik ben heel erg onder de indruk van het Breekpunt. Oké. Okay. Let's go. Ik vond deze mensen ook een goede vraag aan jullie. Ja. Zegt, muurplanten. Zijn jullie het eens? Ja. Breekpunt? Eens. Simone? Ja, ik ben Breekpunt. Simone, kom naar voren. Mogen jullie gaan staan? Simone, kom tussen ons instaan. Van welke opleiding ben je? Communicatie. Communicatie. En even... Nog even in één zin, hoe kwam je bij dit briljante idee volgens René? Nou, ik heb het niet alleen gedaan. We hebben sowieso, Jelle en ik hebben de concepten samen bedacht. Ja. Dus dat mag gezegd worden. En ja, ik studeer reclame en advertising en mijn klas heeft me ook geholpen. Dus okay. Shout-out naar hun. En dan René, nog even in één zin. En waarom is het Simone geworden? Het is Simone geworden omdat en het breekpunt, klinkt gewoon lekker, punt. Zit een punt in. En het past gewoon helemaal bij onze stijl van video's maken. Ongemakkelijk straatinterviews, een soort van mix eigenlijk. En het heeft gewoon, eigenlijk is het weer iets wat al bestaat, maar gewoon weer een nieuw jasje. En dat is superleuk. Ik vind het echt heel tof. Ik heb echt mooi, nu absoluut. Al zitten lachen. Nou, Simone, jij bent de Denk Grote student geworden vandaag. Je krijgt een prachtig cadeau. Een heel grote, mooie goodiebox vol met allemaal roemig merchandise. Wijnen zit er ook in, heel leuk. Die kan mooi delen met Jelle, Anders. Nou, ja. Alsjeblieft. Ja? Yeah? En je krijgt eeuwige roem en er wordt straks een foto gemaakt en je krijgt een applaus van dit publiek. Maar ik bedank jullie eerst even voor jullie geweldige vragen. Maar het laatste applaus is natuurlijk voor de mannen van Ruba. Dankjewel. 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 Dankjewel.